denk ik alleen maar van, oh, dat feest moet fantastisch zijn en alles moet kloppen en je jurk moet kloppen en je gewicht moet kloppen en het eten en de foto's en de mensen. Hi, ik ben Mattie en in deze serie rijd ik BN'ers naar hun bestemming. En omdat bellen en appen in de auto echt not done is, zetten we de telefoon lekker uit. Pluspunt, dat leidt ook nog eens tot bijzondere gesprekken, zonder afgeleid te worden. Hallo, hallo. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, goed. Zo. Lekker. Ik weet nou nooit of het Geraldine of Geraldine is. Geraldine. Oké, het is Gie. Geraldine. Ik zet de telefoon in automodus. Heel goed. Hey, en waar gaan we heen? We gaan naar mijn nieuwe huis in Amsterdam. Je gaat samenwonen? Ja. Is het je eerste keer? Nee. Ga je voor het eerst samenwonen? Nee. In mijn vorige huisje woonde ik ook al samen. En dat ging zo goed? Dat ging zo goed, toen zijn we gaan uitbreiden. Nou ja, dat was echt het huis dat ik gekocht. En dat was echt voor mij. Zo voelde het ook wel echt. Weet je, mijn interieur en alles. Ah ja. En hij was inkomen wonen. En nu dacht ik, oké, we gaan samen iets uitzoeken. Wat leuk. Ja, maar je hebt volwassen, ook, hè? Maar je hebt ook een nieuwe baan. Dus we gaan natuurlijk naar een enorm huis toe. Nee, enorme oprijlaan. Och nee, ik heb dus dat huis eerder gekocht dan dat hele RTL gedoe. Oh, echt? Ja, dit huis had ik gewoon al eerder. En toen was de overstap daar. En Ja. Kwam het allemaal samen. Nu kwam het allemaal samen. Het is nogal een jaartje, 2019. Zo, tering. Toch? Ja, echt hoor. Je hebt allemaal leuke programma's meteen, hè? Ja, ik mag echt hele leuke dingen doen. Maar ook echt prachtige titels. Ja, dus Expeditie Robinson. Ja, wat was ik daar blij mee. Ja, dus de Expeditie Robinson voor de onbekende. Dus eigenlijk leuker nog, hè? Dat gaan we allemaal zien, maar ik kan wel zeggen dat het een heel vet seizoen wordt. Want ik heb hem al helemaal gedraaid. Het is al helemaal opgenomen, maar pas in januari komt het op Videoland. Ja, dus hebben we Robinson en dan krijgen we daar nog als toetje bij The Voice. Ja, wat een lekkere titel ook. Ja, vind ik echt heel cool. Ik doe eigenlijk de rol van Jermai, dus de backstage. Dat wordt mijn area. Hey, en dan zeg ik net tegen je, wat ben je succesvol? En zeg je, nou ja, dat weet ik allemaal niet hoor. Ja, maar je presenteert Expeditie Robinson en je zit in The Voice. Ja. Ik bedoel... Ja, het is ook heel leuk dat er is nog meer. Ik wil eigenlijk delen te zeggen, maar er komt nog meer. Ja, maar ik mag maar gewoon niet zeggen. Geef me alsjeblieft. Nee, ik kan het gewoon echt... We zijn helemaal alleen. We zitten helemaal alleen. Nee, ik zeg daar niks over. Maar er zijn wel twee echt hele mooie programma's. Geraldine, je komt bij BNN vandaan. Je mag echt wel een beetje... Nee, ik ben nog niet helemaal BNN af, maar ik hou me wel netjes aan die regels. Oké. Okay. Aan die wel. Oeh. Wat gebeurt er? Doe ik iets verkeerd? Rijd ik te hard? Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Misschien ga je te hard. Misschien sta je op. Ik heb geen auto. En als ik dan een auto pak, dan is het die van Paul. Maar die gaat zo snel hard dat ik altijd wel een boete heb als ik hem dan pak. Oh, maar ik wilde vragen, hoe veilig ben je in het verkeer? Ik ben wel heel veilig in het verkeer. Ja? Hoor. Ja. Ik vind echt mensen die achter het stuur aan een mobiel zitten, zo tering irritant. Ik heb in het verleden wel gedaan. Ja, maar ik wil echt niet dat je dat doet bij mij in de auto. Ik ben daar wel echt fel tegen. Ja, terwijl echt heel veel mensen hebben toch het gevoel, ah joh, hè? Ja. Maar ja. Anderhalf seconde. Ja, maar ja, goed. Hoe vaak hoor je het wel niet dat in die anderhalve seconde of in die halve seconde al fout gaat? Ja, zeker. Hier zo naar rechts. Ja, want als je nu weer naar beneden gaat, dan ben je echt een lul. Dan ben je weer helemaal aan de andere kant. Oké, en hier erin? Nee, rechtdoor. Oké. Ik moet ook echt beter uitleggen. Maar ik ben niet zo goed met rechts en links. Verder gaat het. Hoe kan dat? Ja, dat heeft niets te maken met je intelligentie. Ja, maar dit is dan toch links? Ja, dat weet ik. Maar als ik snel moet. Ik snap dat nooit. Oké, je moet hier links. Was dit echt? Ja. Oké. Jouw vriend is helemaal niet bekend. Nee. En die hou je ook bewust een beetje uit de media? Ja, ook vanuit. Hij wil het zelf ook niet. Dus. Nee. Is dat lastig voor hem wel eens of niet? Ja. Dat jij wel herkend wordt en zo? Ik kan me voorstellen dat het soms misschien een beetje irritant voor hem is, maar nu ben ik voor hem aan het antwoorden. Wat doet hij? Ja, hij zit in het vastgoed. Wat moet je nou daar zo van? Ja, gewoon omdat ik vind het gewoon heel tof dat hij met zoveel passie dat werk doet. Heeft hij ook het huis geregeld? Nee, zeker niet. Ja. Nee, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Ja. Nee, ja, het is een huis waar eventueel iets gebruikt kan worden. Maar daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Maar dat is natuurlijk wel... Natuurlijk, dat is een vraag bij iedereen. Oh, je hebt nu 4, 5 jaar een relatie. Wil je niet al een kind? Maar ik moet er gewoon nog even niet aan denken. Waar gaan jullie trouwen? Nee. Ik wil gewoon niet trouwen. Wil je niet trouwen? Nee. Oh, ik vroeg het eigenlijk als een grap, maar je wil niet trouwen? Nee, ik heb gewoon niet heel veel met trouwen. Dan denk ik alleen maar van, oh, dat feest moet fantastisch zijn. En alles moet kloppen. En je jurk moet kloppen. En je gewicht moet kloppen. En het eten. En de foto's. En de mensen.
Ja. Kan je nu zeggen met een volle 100%? Ja, jij gaat nooit trouwen. Zeg nooit nooit, maar nee, nee, ik hoef het echt niet. En je vriendje ook niet? Nee, denk het niet. Ja, misschien als hij het heel graag zou willen. Dat... Nee, ja, nee. Toch een opening. Je moet hier nu in, hè? Oma. Wat is er? Ja, je moet hier zo in. Nee, ga maar volg die witte kar. Ja, ja. Volg die witte kar. Het is een beetje qua ruimte alsof je door Madurodam rijdt, maar... Ja, maar dat is toch altijd in Amsterdam? Ja, dat klopt. Is het hier? Ja. Nee, ja, hier is het. Nou, thanks for the ride. Ik vond het superleuk. Ik vond het vet gezellig. Heel veel geluk in je nieuwe huis. Dankjewel. Heel veel succes bij RTL. Ja, ik zie jou gewoon op de borrel, toch? Absoluut. Ja. Superleuk. Oké, kijk uit met de deur open. Ja, doe ik. Doei doei. Doei Geraldine. Doei. Doei. Mattie rijdt voor wordt mogelijk gemaakt door de Automodus app van Interpolis. Klasse helder.